in 8, 29 graden onder een helsfluitconcert. Dessers. Dessers. En het staat 1-0 voor NAC. Zevende minuut van de wedstrijd. En niet NEC, maar NAC komt op voorsprong. Dessers, randje buitenspel. Maar als je zo goed kan voetballen als deze Garcia, want hier gaat korte breed. Dessers, nog niet. Jawel, daar gaat hij. Het staat 1-2. Wat een geweldige uitval van NAC. En in de zevende minuut na rust komt NAC opnieuw op voorsprong. Ja, ze zijn met weinig bij NAC voorin, maar die paar die er lopen, die zijn veel gevaarlijker dan al die spelers van NEC bij elkaar. Garcia. Ook mooi gespeeld. Korte, ja hoor. 1-3. Gio Korte. Een van de vele nieuwelingen dit seizoen bij NAC. Zorgt voor de beslissing in Nijmegen. Agipong. Gaat hij er ook nog een maken? Agipong. Oh, de paal. En de kans in gaat er dan wel in. Ja, als je maar op het goede moment op de goede plek staat. Dan word je vanzelf topscorer. Ook in de na-competitie. Nummer 3 van Dessers. En Blom heeft de boodschap begrepen. Blom fluit af. De Goffert is één bak van Treunis. Met daar in het midden een soort enclave. Een soort Obelix en Asterix enclave. Van uitzinnige vreugde. Bij alles en iedereen dat NAC een goed hart toedraagt.